de eerste kerstdag gehad. Dat was echt heel gezellig. Bij mijn schoonfamilie. En vandaag is het bij mij. Dus het is tijd om de tafel te dekken. Let's go! Ik doe dit voor het tv en de film, want anders kom ik er niet alleen. Ik kom aardig in de buurt. Ik heb dus een hele mooie jurk, maar die had ik gisteren ook al aan. Maar ja, boeien. Ik kan hem gewoon weer aan doen. Nee. Wauw! Vind je mooi? Yeah. Ja. Oh. Yay! Het is een beetje sad, maar goed, weet je. We hebben iets. Kijk even hoe goed mijn man eruit ziet. Hello! She's a beauty! Alles vast gemaakt met poeptape. Kijk. Dus ik moet niet alles te veel bewegen. Mijn man zie je overal van die flappen. Niks. Ik weet niet of je ooit wel eens boektape hebt gebruikt. Nee. Niet? Nee. Ik kan wel met die titels van. Ja, okay. Boektape, amazing. It does the job. Het eraf halen. Oh, jee. Huh? Dat weet je wel, hè? Oh. Ik ben een beetje... Hoe noem je dat, narg? Nou, dat is een understatement, denk ik. Ga zo doen dan. Trouwens, vanaf welke leeftijd krijg je kinharen? Bij mij is het begonnen op mijn 23ste. 22 klinkt zo oud, what the fuck. In ieder geval, ik had dat gewoon op een gegeven moment. Weet je, zo'n random haar die dan uitziet dat je denkt, am I a witch? Ik weet nog wel dat ik op de boot zat bij expeditie naar een game toe. En ze gaan dan filmen heel dicht op je gezicht. Van, en dan krijg je zo'n voice-over. En dan krijg je zo'n voice-over. Voice-over? En dan krijg je zo'n voice-over met... Ik voel me gespannen. Ik vind het... Ik weet niet waar me te wachten staat. Dat soort dingen. Ik weet nog wel dat ik zo zat. En dat ik dacht... Holy fuck, er zit echt een unit van een haar daar. En die camera's onder mijn gezicht. Ik denk... Stel, je ziet dat. Ja, dat is niet het einde van de wereld. Maar dat zou toch wel echt niet kut zijn. Ja, iets meer nog. Yes.
Oké, Rick. Ik heb een ruze trek. Mmm. Dat is echt zo. Pilates klasje gedaan in Rotterdam, die dezelfde die ik heb in Amsterdam, dus dat is heel chill dat ik soort van dat nog mee kan nemen, wat ik heel fijn vind. Het was fucking zwaar, want ik heb echt 2 maanden of zo niet echt gesport, omdat ik dus heel erg last had van mijn heup, wat ik ook bij expeditie had. Vandaag is het dus uit en nieuw. En ik zat dus even te reflecteren op het jaar en qua dingen die ik heb gedaan, geweldig, amazing. Ik heb echt zulke vette reisjes gemaakt, met mooie klanten gewerkt. Gewoon heel veel dingen waar ik heel dankbaar voor ben. Maar er zijn ook natuurlijk weer mensen uit je leven gegaan, wat ja, elk jaar gebeurt, I guess. Maar ik merkte wel dat ik dat nog wel een beetje lastig vond, omdat ja, ik weet niet. Je gaat je toch hechten aan iemand en je bouwt wel een speciale band op. Dus om dan diegene niet meer te zien is best wel even schakelen of zo. Maar ik leerde natuurlijk wel gelijk iemand nieuws kennen en werd verliefd. Dus ik zat en in een hele high, want ja, gewoon helemaal die lovey-dovey fase, maar ik zat ook nog een half in een soort van heartbreak van mijn broodjes. Rise on time. Ik had gewoon best wel een beetje mood swings, omdat ik dus het ene moment heel blij en op een roze wolk zat, en het andere moment dacht ik, ja, moest gewoon huilen, omdat ik dacht van, oh, maar dit en dat en zo en zo. Dat vond ik een beetje lastig. Ik had ook al een beetje op mijn Insta uitgelegd van waarom ik me een beetje verward voelde en zo. Het kwam ook omdat mensen tegen me zeiden, Instagram is aan het shiften. Instagram was ook is aan het shiften. Pas eerst, weet ik veel. Je moet het anders gaan doen. Ongeveer dat. Waar ik heel veel stress van kreeg, want ik wil dat niet. Ik ben altijd voorstander geweest van eerlijk en open zijn. Dat ben ik ook gewoon. Daarom film ik mezelf met puisten en in, bedoel, je hebt de puurste versie van mezelf gezien in expeditie. In die end dacht ik gewoon, ja, fuck it. Stel, ik krijg gewoon weinig klussen of whatever the fuck dan ook. Dan doe ik in ieder geval wel wat ik leuk vind en dan zie ik wel gewoon wat er van komt. Dus toen heb ik iemand aangenomen die nu voor mij werkt. En ik vind het gewoon zo cool om iets te bedenken waarvan je denkt, nou, ik weet niet of het werkt of ik weet niet wat het gaat worden. En dat het dan gewoon fucking vet wordt. Ja, ik word daar gewoon echt heel gelukkig van. I love it. Ik ga lekker mijn broodje opeten. En dan ga ik me daarna klaarmaken om niks te doen. Je hebt niet nodig, wel leuk. Yeah. We zijn die film aan het kijken met James Bond in de nieuwe film. Ja, ik krijg in ieder geval de hele tijd reclames van op de tv, dus een... Nou, we zitten er niet echt lekker in nu meer. Nee. En we gaan lekker eten en denk Harry Potter kijken of zo tot het uit en nieuw is. So I'll see you in a wee bit. Dan gaan we lekker eten. Bye. Het is vaksteleerd nog. Ja. Nou, ik snap het niet. Ze hebben ons allemaal echt gevoeld. Ja. Ik dacht dat het 2, zou je voor nu al? 1, gelukkig nieuwjaar. Dat is mooi. Goedemorgen. Het is gewoon een nieuw jaar. Ik heb echt zin in dit jaar, denk ik. Ja. Vanmorgen, het zit me nog steeds hier, ik zweer het je. Wij hadden van die partymix gekocht bij de Albert Heijn. Ik maak dat open, ik zet het in de oven. Nou, ik ga echt bijna nog over magie, ik zweer het je. Doe het in de oven, ik haal het eruit en ik denk, waarom stinkt het zo naar kots? Maar echt, die zure kotslucht, je weet precies wat ik bedoel als ik het zeg, toch? Gewoon echt die... In ieder geval, ik denk, nou, het ligt aan mijn oven is naar de kloten of zo. Dus ik ruik in die broodjes en ik ga echt... Het komt om, gewoon, ik heb het in mijn keel. Ik heb het in mijn keel. Ik ga niet voor je leren, het zit in mijn keel. Maar ik denk, zet ik het in? You're a woman. Je kan dit. Dus ik denk, what the fuck? Want ik heb nog 2 zakken gekocht, dus ik open de zak. En ik denk, nou,
deze zijn in de oven geweest, dus de geur zal wel heel heftig zijn. Dus dit zal wel meevallen. Dus ik open de zak en doe... Want ik denk, ja, zo, ik weet niet, want dat was gewoon echt heel dom. Nou, dat daaruit kwam. Holy fuck, hoe... Nou, ik heb nog nooit zoiets bizars meegemaakt als zo'n intense kotslucht van een partymix. Broodjes. 3. En ik geloof dat er zouden 4 moeten zijn, maar hij is niet afgemaakt voor een week. Hallo.